Ja, ik ben weer in een heel klein kamertje gedoken van mijn huis. Heel klein. En dan heb ik alle deuren goed dicht gedaan. En helemaal afgeplakt. Ja, met van die eierenrekjes. Of van die hoe heet die dingen? Ja, zodat er geen geluid meer door kon komen. En dat ik me goed kon concentreren. Want dat heb je wel nodig. Met dat hele verhaal over Hazes weer. Die familie Hazes. Heb je het weer? Heb je het meegekregen of niet? Nou, waarschijnlijk niet, hè. Want jullie denken natuurlijk. Ja, waar begin je over? Over dat Hazes geneuzel. Oninteressant. Maar ja, toch. Ik wil jullie toch weer even op de hoogte brengen van het Hazes gebeuren, vrienden. En kijk, het zit zo. Dus die Kolderweijer, die heeft dus zo'n kanaal, hè, waarop ze dus allerlei dingen beweert. Nou, goed. Maar goed. En die begon over Hazes te vertellen dat Hazes, die had een brief laten lekken van Dreetje. Ja, dus de ras van Hazes, daar hebben we het over, bijgenaamd Rachel, die had een brief laten lekken over die hij had geschreven aan Sarah. Sarah van Zoelen. Dat was de eerste Sarah. Goed. Nou, en die kwam dus in handen, kennelijk dan, bij die Kolderweijer. En die ging daar dus uitgebreid even over beginnen. Wat er allemaal aan de hand was. Er stonden allemaal dingen in die brief. Al die details ga ik jullie niet vertellen, vrienden. Want dan wordt dit verhaal, dat begrijpen jullie, veel te lang. Nou goed, in ieder geval, dat ging zij dus beweren dat die Rachel dat had gelekt. En toen zei die ras, dan moet je me ophouden, anders komt er een rechtszaak. Nou, dat heeft ze niet gedaan. Ze is hem toch mee doorgegaan. En uiteindelijk stonden die vandaag dus voor de rechter. Ja, arme rechter. Want die luistert ineens naar een verhaal. Nou ja, ten eerste moet hij gaan ontwaren of het wel of niet waar is of zij de brief van Dreetje, Ras, of die brief van Dreetje is gelekt, ja. Dan moest er ook nog worden uitgevonden of het waar was dat er geen contact meer was tussen Dree en Ras, ja. Want dat heeft de Kolderweijer, moet ik tussendoor nog even vertellen, ook beweerd. En dan daarbovenop, ja, nu komt hij, ja. Er moest een belediging worden teruggenomen. Ja. En hier komt die, vrienden. De belediging waar Kolderweijer mee was gekomen. Die had haar genoemd een gecremeerde kroket. Ja. Gecremeerde kroket. Ik kende hem niet. Kennelijk was hij al bekend in Amsterdam als uitdrukking voor Ras. He, want Ras die is, die is iets te bruin. Ja, die woont in zo'n zonnekanon. Ja, dus eigenlijk zou zij gewoon een accordeonduo moeten gaan vormen met Jack van Gelder. Ja, want die woont ook in zo'n kanon. Ja, en dan gewoon al optreden als de gecremeerde kroketjes. Ja, dat kan. Ja, maar dat moest zij terugnemen. Dus daar zit die rechter ineens naar te luisteren, vrienden. Ja. Arme rechter, en die denkt, heb ik daar mijn hele studie voor gedaan om uit te vinden of gecremeerde kroket wel kan, ja of nee. En of die brief wel is gelekt, ja of nee. En of er contact is tussen Dreetje. Het enige wat we nu weten, vrienden, is dat wij in dit hele verhaal, hè, hebben wij onze Dreetje niet gehoord. In het verleden wel, dan nam hij het voor zijn moeder op. En zei, ja, ze heeft voor ons gezorgd als een leeuwin en gevochten altijd. We hebben hem helemaal niet gehoord in deze hele affaire. Niet over de brief. Nee, en ook niet over of er nog contact is tussen die twee. Dus vrienden, hey, zijn we weer op de hoogte? Ah, is het heerlijk? Is dit even leuk? In alle ellende die we hebben in de wereld, hè, dan is dit toch even heerlijke ontspanning.